Yay! End of the day in Venice! Hi! Hi, meisje! Oeh, je laat me vallen! Je laat me vallen! Waar kom jij vandaan? Uit Amsterdam, hè? Go! Wil jij even vloggen, lieverd? Oh, kijk! Ja, zet je hem neer en dan ga je vloggen. Zeg maar! Hallo! Iets naar beneden moet je op. Ja, ze zwaaien. Maar kijk, zo. Ja, is goed. Kijk. Sorry, maar ik moet dit even filmen. Kijk eens. Zit je lekker in je stoel? Wat mooi. Dan zit je daar mooi. Ga je met ons mee? Kom je? In principe doen we gewoon dat je inderdaad op sunset, toch? Dat is toch het mooiste dan? Ja. Toet! Toet, toet! Toet, toet! Goed zo. Toet, toet! Toet, toet! Anyways, ik heb me omgekleed. Ik heb mijn in-and-out shirt aan. En we gaan het eten bij Sushi Den. Daar hebben we 3 dagen geleden of zo. Nee, dat is niet waar. Een week geleden of zo. Ja. Gegeten. Vond het allemaal zo lekker dat we dat wilden eten. En ik heb mijn St. Louis aan. Ik zal ook een linkje van poster onder. In-and-out shirt, luchtontas en die nieuwe slippers. Let's go. Nou, we zitten nu dus in de auto. Deze of niet? En ik moet van deze twee vrouwen ook vloggen. Van deze twee vrouwen? Is het mijn camera? Nee. Van de vrouw. Hè? Van de vrouw. Van de vrouw. Moest ik ook gaan vloggen. Dus, hier ben ik zo blij mee. Met dit ding? Olly. Ja, dat is ook heel leuk. Staat een leuk kilo's, hè? En we gaan lekker rijden. Gaan we. Deze twee vrouwen gaan nu een foto maken. Bij een auto. En daarna gaan we naar Sushi Den. Dat dan normaal. Ik heb zoveel zin in dat eten. Ja. Sushi Dennetje? Ja. Demmetje. Maar gaan we dat eerst doen? Nou, wij gaan hier vanmorgen vliegen. Yes. Maar het wordt wel echt leuk. Oh. Ja, we gaan een leuke sisters trip hebben. Ja, het wordt echt leuk. Want we gaan zoveel soep kopen. We gaan zoveel vreten. Ja. Niet. Ah, nee. Ik hou gewoon van snoep eten. Ja, maar dat wordt ook gewoon weer een beetje gezond te geven. Ja, maar als we dan weer in Amsterdam zijn, dan doen we dat. Toch? Dat vind ik een goede afspraak. Vakantie is bijna afgelopen en dan gaat voor mijn wereld weer. Ik ga weer naar Griekenland. Ja, maar ik wil even laten zijn gezag doen. En dan daarna dan heb ik bijna mijn eerste schooldag. Nee. Ik zit hier nu echt mijn hele agenda te vertellen. Is het leuk? Ja, echt leuk. Weten jullie een beetje wat je kan verwachten, toch? Aangezien de Bibi heel hard high school career wat gaat, ik doe, ja. Weten jullie een beetje wat je kunt verwachten, mijn eerste schooldag? Ja. This is gonna be my opa. Opa. Ja. Opa. Ja, liefjesje. We zijn lekker bij Sushi Den. En kijk. Heb jij hier ook lijnen in je eten? Ja. Oké, we hebben lekker gegeten. Gegeten. En we rijden nog niet. Mochten jullie je afvragen waarom ik nog geen Simon heb. Waar is tante Momo? Tante Momo is zich laten houden. Wat vinden jullie van mijn in-and-out shirt? You like it? Wat vind jij van mijn in-and-out shirt? Ja, yeah, sure. Zeker. Je had dus ook sokken, alleen die kan je alleen online bestellen. Ik denk dat het alleen in Amerika. Oh ja, daar was je natuurlijk niet bij. Ik heb echt van die sportsokken met die rode palmbomen. Echt super vet. Echt? Ja. Very nice. Oké, okay, let's drive. Oké, we hebben gegeten. Nu gaan we even boodschappen doen. En kijk hoe coole boodschappenkalletjes ze hier hebben. Maar je kan toch ook zo blijven zitten, Biep? Zo. Elbi Berinski. Ze past er gewoon in met de 12-jarige body. Ja. Mooi trouwens, die episch leuke Lakers-trui. Dit is echt heel leuk. En dat was echt. Ik vond het jullie echt niet leuk. Wat? We gaan het zoeken in de. Deze supermarkt is gewoon. Heb ik al echt letterlijk nu 3 keer gevlogd. Maar goed, ik kan er niet over uit hoe perfect het is. Al die appels helemaal zo gesorteerd liggen.
San, ik wil een foto dat Monica en ik in zo'n zwarte kar leggen. Ik heb echt niks meer te zeggen, hè? Jij doet gewoon mee. Oké, wij zijn weer thuis. En ik ben klaar met mijn spullen inpakken. Dus ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgenochtend weer. Hey guys, het is de volgende dag. En het is alweer avond. Bibi en Monica die zijn naar huis. Helaas, sterker nog, ze zijn alweer geland. En Sander en ik zijn in een hotel. Zoals ik zei, we gingen het huis uit. En Olivia is er natuurlijk ook bij. Hoi San. Hoi schattie. En we hebben het roomservice besteld. Yums. Yums. Pizza. En wel gezellig slapen met Olivia op een kamer. Een paar dagen. Totdat wij naar huis gaan. En ik zal morgenochtend even de hotelkamer laten zien. Ons uitzicht. Maar het is nu donker. Dus dat is saai nu. Ja. We gaan eten. Morning. Wat is daar? Eten? Eten. Gaan we eten? Heb je zin om te eten? Open. Open? Moet dit open? Eten! Dit lieve meisje heeft de pet van haar vader opgedaan. En kwam net de vlogcamera brengen, dus dat betekent dat ik moet gaan vloggen. Werk jij bij de valet in Amerika al? Werk jij voor de valet service? Wij zitten inmiddels in de auto. En Olly ook. En we gaan even een ijsje halen. Ik had een hele leuke tent gezien. Dat heet Bum Sam Organic Milk Bar. Dus we gaan een ijsje halen. En dan gaan we lekker naar het strand weer toe. Yay! Naar Venice gaan we. Dat is een Noors favoriete strand. I love Venice. Mijn favoriete strand is Malibu. Malibu. Ik vind Malibu alleen leuk omdat dat Tony's daar zit. Dat is zo'n lekker restaurant. Maar in een relatie is het gever en nemen. Ja! Ja! Ja, kleine Cookie Nelly. Olly heeft lekker fruitjes op. Olly zijn maar. Oké. Olly is helemaal gek op appels. Dus let's get our stuff and go. Ja! En ik heb trouwens die LA Lakers trui aan. Die zit zo op de achterkant. Ik vind hem echt zo vet. Hij was in $15, $12 of zo van Forever 21. En ik heb een Levi's short aan en vintage Dior en Vans. Ik zal even links zoeken, want ja, ik had er ook vragen over gekregen. Ik ga even links zoeken, oké. Okay. Let's get the baby out of the car. We zijn in Chinatown of Koreatown of iets. I do not know. Het is wel leuk. Alleen, ik zie hier nog een beetje in ontwikkeling. Maar dat is ook wel eens leuk om niet alleen maar naar fancy West Hollywood te gaan. Oké, ik ga even mijn baby pakken. Oké, we zijn gearriveerd in Venice. Dat is echt mijn favoriete plek in LA. Sunset is wel echt bizar. Ja. En laatste paar dagen, toch? Ja, we zijn echt 4 of 5. Ja, dat is waar. Maar ik heb het gevoel dat we weer moeten gaan werken. Dat dit het einde is van een amazing zomer. Ja, echt super tof. Oké, hier is dat echt super fijn. Noordie houdt heel erg van Venice en ik moest heel erg aan wennen, want ik ben toch. Ik vond Malibu altijd leuker. Maar het zie je toch echt heel tof. Eigenlijk een beetje Amsterdam, maar dan op het strand. Alright guys, ciao.
morning. Het is vandaag donderdag. En we zitten in de auto. We gaan even lunchen. Ik heb een meeting. We gaan inchecken in ons nieuwe hotel. We gaan in de rit downtown slapen. Want het leek ons ook wel leuk om downtown een paar nachten nog te slapen. En aan jullie te laten zien. En ons downtown te laten zien. Want iedereen laat altijd West Hollywood zien. En ik ben natuurlijk helemaal verliefd op Venice. Zoals jullie gisteren gezien hebben. En Sander nu ook. Nee, je bent nu ook verliefd op Venice. Nee, oké, maar I do like Malibu. En mijn tanden lijken wit vandaag trouwens. Dank je. They have not been bleached. Thanks. Wilden ze gaan bleken, maar... Oh, ik had trouwens gehoord dat mensen hadden gezien dat ik best wel een uitgebreide tandarts in mijn leven heb gehad ooit. Dat is helemaal waar. Klopt. Facings. Ja. Want ik ben natuurlijk al een tijdje aan het rondlopen op deze wereld. Mensen hadden gevraagd, is Sander echt 60? Nee, ik ben geen 60. Nee, maar ik ben wel obviously wat ouder dan... Noortje de Groot. Dan Noortje, ja. Maar ik voel me meestal toch de jongste. Nou, niet altijd. Als we spullen moeten in... Ik ben echt een baby. Als we spullen moeten inpakken, dan voel ik me echt een vader. Dat haat ik. Zo erg. Ga niet... Hier lopen praten over wat je allemaal haat aan mij. Ik hou van alles. Ik vind je echt... Ik love you forever. Inpakken jij kan echt een slon zijn. En dat, maar ik denk misschien hebben... Hoeveel mannen hebben dat allemaal niet? Allemaal. Dat hebben ze allemaal toch. Dus dat heeft volgens mij niet zoveel met mijn leeftijd te maken. Maar dan... Ik haal dat altijd in de warme hoofd. Dan denk ik van oké, ik ben wat ouder. En misschien wat meer ervaren met reizen. En ik hou heel... Ik ben gewoon ongeorganiseerd. En ik ben een militaristische gek. Ja. Oké, maar ik heb een leuke vraag. Vertel de kijkers eens iets wat mensen nog niet over mij... Wat zij waarschijnlijk niet over mij weten. Dat is leuk. Want jullie weten natuurlijk superveel. Want I share the life. Maar wat weten jullie niet over mij? Wauw, I don't know. Een eigenschap of zo. Nou ja, ik bedoel, kijk, je bent natuurlijk op al je socials en overal kom je over als heel zelfverzekerd. En weet je, alles ziet er altijd super fliekie uit en alles is altijd 100%. Maar ja, ik ken je natuurlijk ook gewoon met je onzekerheden en als ja, wie je bent, weet je. Dus dat kan de wereld niet elke dag zien. En dat is ook logisch, want je wil inspireren en je laat een kant van je zien die... die een beetje losstaat van misschien de real life op sommige momenten. Dus dat is het. En dan ben je gewoon echt gewoon, ja, een schatje en een lieverd. En iemand die gewoon gevoelens heeft. Ik ben altijd lief. Ik ben ook lief op de vlog. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel... Dat weten mensen dus niet over mij, dat ik ook onzeker kan zijn. Dat denk ik. Nou, ik denk dat mensen best wel... die kijken tegen je op en die zien je als voorbeeld... Weet je wel, ga ik even voor het gemak van uit. En het is niet altijd even makkelijk om dat te dragen, weet je. Dus dan moet je toch iets stoerder voor opstellen dan je misschien bent. En dat doe je, weet je wel. En dat doe je toch hartstikke mooi. Dat doe je toch heel goed en heel positief. En wat weten de kijkers niet van jou? Dat ze stinkt. Kijk, wie is dat? Wat jullie niet weten van Olivia, is dat Olivia ontzettend veel eet. Of wisten jullie dat wel? Nou, dat zien jullie waarschijnlijk wel. Olivia is gek op eten. En Olivia's lievelings eten. Bibi, waar is Bibi? En waar is Momo? Momo. Olivia's lievelings eten is mayonaise. En nu gaan we deze session beëindigen, want we gaan naar het eten. Beide. We zijn bij Gracias Mate. En dit is echt mijn favoriete Mexicaan. Wij zijn aangekomen in ons hotel. In de Ritz slapen we. En ik zal even snel een kamertour laten zien. Zo kom je binnen. We zitten dus op de 25e verdieping. Zeg ik dat goed? Ja, hè? 25 toch, San? Ja. En we hebben nog niet echt uitgepakt. Dat wilden we net even gaan doen. Hier slapen wij. Het ziet er zo uit. En dit werd net bezorgd. Echt super lief. I love LA. Donuts. En mooie bloemen. En dit zijn denk... Wat zou dit zijn? Ziet er wel heel mooi uit, Bottega Louis. Zullen vast chocolaatjes zijn. Champagne. En dit is ons uitzicht. Wel vet op zich.
We gaan zo eventjes naar het zwembad. Het zit nog een verdieping hoger. Zal ik ook even laten zien. En hier is de badkamer. Even kijken wat daar gebeurt. 1, 2. Nee, niet Olly nat maken. 1, 2. Die mat van Olly is echt beyond aan het worden. Good morning, het is vandaag vrijdag. En ons trip zit er bijna op, nog 2 dagen. 3 dagen. Ik heb vandaag deze pet aan, die heb ik in Venice gekocht. Ik zal hieronder even wat leuke petten linken. Want petten zijn chill, helemaal in de zomer. Deze top heb ik aan van Agency, ik weet niet, ik link dan weer onder. En die vindt het Jos Cabana broek. En voor degene, ga please niet zeuren over dat ik crop tops draag en moeder ben. Want het is fucking 32 graden en ik doe waar ik zin in heb. Dus dat, without being rude. Ja, dus dat. We hebben ons net aangekleed. Gisteren zijn we hier nog in het hotel uit eten geweest met wat vrienden. Dat was heel gezellig. Ik had alleen mijn vlogcamera op de kamer laten liggen. En ja. Ik ga denk trouwens een nieuwe vlog beginnen nu. Want ik heb echt super veel gevlogd volgens mij. Ja, dat ga ik doen. Ik ga een nieuwe vlog beginnen. En heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Dit is zo random. Bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie woensdag weer. Als je niet gesubscribed bent, doe dat dan hier ergens.